In de vorige aflevering van Luigi's Mansion 2 HD hebben we het opgenomen tegen de spinnenbaas. En toen we hem versloegen kregen we een stukje van de donkere maan. En nu mogen we naar de Woekertorens. En daar wacht een leuke loodgietersklus op ons. Want alle machines zijn kapot gemaakt. We moeten de hydrogenerator weer aan de praat zien te krijgen. Nog 3 stukjes donkere maan te gaan. En daar zijn ze, de Woekertorens met een flinke boom in het midden. En schijnbaar allemaal exotische planten die hier ook groeien. Of gegroeid hebben, of nou ja, nee, ze staan er nog inderdaad. En hier is de poort en het ziet er best wel gevaarlijk uit. Eigenlijk, met al deze gekke planten. Daar is de camera, ja, daar komen wij. Wij gaan weer door de camera heen. Luigi, pas op, niet vallen! Hij valt wel. Wat is dit? Zie je het ook? Ja, inspecteer de hydrogenerator. We hebben hier gekke bloemen. Oh, die bloemen geven gewoon geld. Ik wil ook zulke bloemen, dit is super handig. Het zijn gewoon money flowers. Ik wil geldbloemen. Oh, en sleutelbloemen, ook heel handig. Ik kan dit weg, dit zand. Ja, dit zand kan weg en dan kunnen we hierin kijken. Oh, kunnen we een schop tegengeven. Dan krijgen we lekker allemaal goud. Very nice. En wat is hier binnen? Oh, oké. Kijk, hier is een boze rode spook met de hydrogenerator aan het kloten. Ik bedoel aan het spelen, sorry. Maar we kunnen in ieder geval naar binnen in de Wook Tower. Heel chill dat die plant gewoon die sleutel had. Maar we moeten in ieder geval door deze deur heen. Daar staat namelijk het uitroeptekentje. Daar is boze spook. Je hoeft niet te vallen. Die hebt die spoken vaker gezien, Luigi. Oh, het is wel gelijk licht. Dat is chill. Spook is gevlucht. Kijk, hier hebben we die kist. Oh, er zit ook weer een sleutel in. Lekker dan. Nice. Munten pakken. Hier is die sleutel dan voor dit ding. Pam, pam. Doe de dans. Doe je dans. Oh, hij was alweer ergens bang voor. De hydrogenerator is in orde. Nou, dan is de waterpomp waarschijnlijk verstopt. Misschien kunnen we die controleren op het dak. Waarom ligt die nou weer op het dak? Moet ik eerst helemaal naar beneden? Moet ik nu opeens weer naar het dak? Doe toch eens even normaal. Oké, wat is dit voor knop, Kawibus? Jouw hoofd staat hierop. Dit is jouw knop. Heb je me gehoord? De machines in de Woekertorens worden aangedreven door water. Ga naar het dak, ja. Ik weet toch niet waar het dak is, bro? Ik dacht dat het dak misschien wel daar doorheen was. Door die deur, joh. Anyway, is het dan hier? Heb ik hier een sleutel van? Nee, hier heb ik geen sleutel van. Heb ik hier een sleutel van? Hier heb ik een sleutel van. Let's go, luig. Daar gaan we. Weer van die gekke kikkertjes. Die doe ik toch echt even in mijn stofzuiger opzuigen. Voordat het allemaal fout gaat. Hier, oké. Kan ik hier hierop klimmen? Hier zou een deur moeten zitten. Ja hoor. Kijk, pak die bollen. Top. Oké, gaan we die deur in. Wat is hier? Oh, dit is een botanische tuin, joh. Dit is wel cool. Oh, snap, joh. Dit is rustig, man. Kom hier ook maar voor mijn rust. Niet gelijk zo boos te doen tegen mij. Oh, ben jij het? En die vliegt weg. Okay, gaan we via deze kant. Jemig. Hier naartoe. Deze kant. Waarom heb jij een schep? Kijk hem nou, hij zit zichzelf te beschermen. Auw. Hier. Ja, lekker. Ik heb je ontweken. Nu ben je van mij, maat. Hotse flots. In de stofzuiger. Oh, er zijn er nog meer. Er zijn er zelfs nog 2 daar. Rennen. En zo. En dan... Waarom komen jullie tegelijk? Kom dan alleen. Durf je niet, hè? Durf je niet. Nee, want dan gaat het fout. Oké, waar is de derde schep, meneer? Oh, daar. Zonder schep. Ja, het lijkt geen schep meer. Ik heb nog maar 40 hartjes. Dat is echt niet goed. Heeft iemand voor mij hartjes? Oh, maar misschien kunnen we hier door het raam. Even kijken. Kunnen we deze weghalen? Oh, gouden vleermuis. Hallo. Pak alle vleermuizen. Vooral die gouden. En die gouden is weg. En die is gone. We hebben alle vleermuizen te pakken, behalve de gouden. We zijn onderweg naar het dak. Yo, wat is dit dan? Carnivores. Oh, die willen die kikkers opeten. Ja, nu willen ze mij opeten. Hoe werkt dit? Ik weet niet hoe dit werkt. Oh, wacht. Kijk hier. Bolletje. Oké, dat bolletje. Moet ik op hun hoofd schieten? Zo, ja. Eet maar lekker op. Lekker, hè? Oh, dat is genieten. Hier. Eet smakelijk. Lekker. Oké, doei. Zo, kistjes voor mij. Ja, oké, dit moesten we ook echt doen, want hier zit de sleutel in. Die zullen we ongetwijfeld nodig hebben. Maar ik wil heel graag even hartjes, man. Oh, wat gebeurt hier als ik hier aan draai? Nog niks, want we hebben nog geen water. Misschien dat is iets voor later dan. Oh, my God. Lekker dit. Wat gewoon een gat in de vloer. Als even een kleedje overheen gelegd. Dat is echt een verkooptrucje, hè? Alleen dan moet je wel hopen dat er niemand gewoon doorheen valt, want dan heb je een probleem. Dan ga je je huis niet zo snel verkopen, ben ik bang. Hé? Oh, kijk. Nice. Nice. Allemaal hartjes. Dat had ik nodig. Okay, we zijn weer hier. Dan moeten we niet in het gat vallen. Jeetje, wat is hier voor gekke vleermuizen-tornado gaande, joh. Wat is deze vet boze vleermuizen? Of zijn het vogels? Volgens mij zijn het vogels, ja. Kraaien. Paarse kraaien. Ik zou even doorrennen. Voordat ze me allemaal aangaan. Oké, kan ik hier langs? Oh ja, ze gaan door die gaten. Oké, ik snap hem, ik snap hem. Ik ben er langs. Lekker luig. Volgende kamer. Hallo, hoe is het? Hoe is het ermee, meneer? Wat is er vlot? Kom maar in mijn stofzuiger. Dankjewel. Hallo. Oh, wat ga je... Oh ja, eentje heeft weer een schep te pakken. Niet allemaal. Rennen! En pak hem. Oh, hij heeft zich weer beschermd. Pak die andere. Ik pak je broer even, ja? Dank u. Oké, waar is schep, meneer? Hier is schep, meneer.
Waarom lig ik opeens op de grond? Is dit nou? Zomaar lag ik opeens op de grond. Oké, pak ze. Pak ze. Net niet. Die wel. Rennen. Oké, laat me los. Ja, pak de schep meneer. Oh my god. Kom allebei dan. Pak jullie allebei tegelijk, hè, als moet. Jongen, jongen. Klaar nou. Klaar met jullie. Hots de flots. Zo, er waren even veel spoken, hè? Ik denk dat ik die gouden beesten niet op moet zuigen, maar dat ik ze moet flashen. Dat ik ze moet stunnen. In plaats van dat ik ze opzuig in mijn stofzuiger. Okay, hierachter, daar is een juweeltje. Zie je dat? Maar ik weet nog niet hoe ik die moet pakken. Is hier een kijkgat? Dit is het plantenlaboratorium. Ja, als hier weer water is, dan komt alles misschien weer in bloei. Dat zou wel nice zijn. Luigi, er zit iets vast in de spookzuiger. Misschien kun je er een ballon mee maken. Gebruik ZL en ZR om op te blazen en leeg te laten lopen. De lucht uit de spookzuiger is misschien net warm genoeg om je te laten opstuigen. Dit is een ballon. Oh, wacht even. Ik moet hem zo pakken. En dan... Oh, en dan moet ik hem opblazen. Ja. Oké. Ik snap het wel. Dit had niemand mij verteld. Ja, dan hier erlangs. Nu moet ik denk ik naar links sturen. Oké. Dan hier naartoe. En dan laten vallen. Oké. Ja. Hier zit iemand weer keihard piano te spelen. Hij kan het wel goed trouwens. La 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 la. La la la. En dan hier naartoe. Is dit de bedoeling? Kijk, ja, we moeten hier naartoe. We moeten hier naar boven. Gekke vogels weer. Zo, die vogels die pakken mij gewoon aan, joh. En gelijk allemaal hartjes kwijt. Oké, maar we zijn er volgens mij. Wat is er met deze ton? Geen idee. Er zit een spook in. Er zit een spook in. Pak hem. Pak hem. Nice. Oh, dat is een ziek idee. Oké, kunnen we nu iets doen hier? Dat is 1. Dat is 2. Moet ik die ton even erop leggen misschien? Ja, leg maar neer. Ik moet de ton vullen. Kijk. We moeten hier die gekke gele vloeistof even pakken. Kijk, ik loop ook langzaam nu. Oh, pas op. Laat maar vallen. Goed zo. Top. Hierachter zie ik trouwens allemaal goud. Dat willen we ook nog even pakken. Oké, dan ga ik nu hierop staan. Dan gaan we voor de grote flashbang. Hartstikke idee. Hebben we de generator weer aan de praat? Jazeker, het lekt wel echt aan alle kanten zo te zien. Overal komt een beetje water doorheen. Maar kijk, de generator of de pomp die vult zich ook weer met water. Lekker dit. Ja, yeah. Dit is helemaal toppie. Oh, nee, dit is niet toppie. Lijkt te gaan ontploffen, of niet? Of, nou, ja. Of is het wel goed? De spoken vinden het in ieder geval lachen, zo te zien. Ja, er komt weer water hier. In deze twee torens. Ja, dit ziet er goed uit. Dit ziet er toppen. En dan kunnen we strakjes dus daar naartoe. Kunnen we misschien wel door de poort heen? Lekker. Heel nice. Ik ben heel benieuwd hoe het kasteel er nu uit komt te zien. Of ja, kasteel, torens. Oh, wat? Wow. Er komt hier opeens dus een gekke spook. Wat doet hij? Wat zit je nou? Oh, ik glij uit. Ik moet hem volledig... Hè? Wat zit je nou te kotsen? Kom eens hier, kom eens hier. Lekker dit. Oké, dit gaat helemaal niet goed. Dit gaat helemaal niet goed, jongens. Hij zit me echt helemaal te grazen te nemen hier. Oké, gewoon één... Oh, nee. Nog 25 hartjes. Oh, rotspook. Rotspook. Oké. Dit gaat goed komen. Dit gaat nu goed komen. Ik voel het. We hebben hem. Waar kwam jij opeens vandaan? Jij kwam uit die afvoerpijp, hè? Potverdorie. Ik dacht dat ik al helemaal klaar was. Zo, je hebt goed met die bolle booswicht afgerekend. Ik hou je terug. En verlies je pet niet. Had je het me niet even eerder terug kunnen halen? Want, jeetje. Dat ging nog bijna mis ook. Kawibus wil ook dat nieuwe spook even bekijken. Die is 43 watt zwaar. Ik vind het wel leuk trouwens. Wel een geinig spookie. Asje, maar nou zo'n spook heb ik nog nooit eerder gezien. En bedankt voor het herstellen van de watertoevoer. Als dat spookiejager niks wordt, dan kan ik misschien nog loodgieter worden, zegt hij. Hoe goed ken jij mij? Zou je vast verheugen dat de watertoevoer in de Woekertorens bijna volledig hersteld is? De volgende aflevering is de Weekend Poort. Dus doe een duimpje omhoog en abonneer als je die ook gewoon wil zien. Mazzel!